Abort mission! Press start. Ga dood, vriend! Nee! Oh my god, gast! Super dood, jullie kijken naar deze gloednieuwe Fortnite video op mijn kanaal GamesWheel. En in deze video, jongens, gaan we met de Renegade Raider skin spelen. Natuurlijk een van de weinige zeldzame skins die nog in Fortnite zit natuurlijk. Helaas is de School Trooper teruggekomen, die ik natuurlijk ook had vanaf het begin. En dus dit is eigenlijk nog... Ja, ik heb nog een paar kerstskins, maar dit is eigenlijk de OG, de enige skin die ik nog heb. Dus dat is super dope natuurlijk dat we... Ja, ik hoop niet dat deze terugkomt. Ik denk het eigenlijk ook niet, want het was best wel speciaal dat deze skin erin kwam. Je moest ook iets voor doen of zo. Ik weet niet eens meer wat. Maar ja, we gaan dus lekker met de Renegade skin, Raider skin spelen. En ik ben benieuwd. We gaan lekker naar Tilted Towers toe. Om natuurlijk lekker veel killtjes hopelijk te pakken. Het is lekker druk volgens mij weer. Dus dat is lekker. En we hebben een kistje en een pump. En kijk eens aan, dit is een lekker begin hoor. Scar all in the pocket. Je vindt trouwens echt veel scars tegenwoordig, man. Dat is echt... ik vind het wel chill, man. Lekker gewoon goede ERs natuurlijk in het begin. Dat is altijd chill. Chill, Bill. Oké, let's go. Ja, misschien nog even leuk als hier nog even een mini-shield om doen. Oké, nee, helaas. We hebben geen shields. Nou ja, het is early game, dus je moet het eigenlijk ook niet kunnen verwachten. Oké, dan gaan we het gewoon met zonder shields doen. Ja, man. Goeie zin, Dylan. Goeie zin. Oké, ik zie daar een guy lopen die ik net al natuurlijk heb geraakt. Maar er zitten volgens mij nog meer mensen daar binnen. Ik heb trouwens voor de verandering de mooie no-skinner pickaxe aan. Ik zie daar allemaal mensen lopen, gek. Is dat volgens mij best wel een leuk feestje gaande. Oh, dat is die guy weer. Nah, oh, wat een keer. Wat kut voor die guy. Gewoon tik, tik en je bent gewoon weg. Oké, dat is wel onze eerste kill, though. Dat is chill. Hier staat nog een guy binnen. Ik ben bang dat deze kerel shields heeft of zo, man. Dat bedoel ik. But the shields are gone, bro. Oh, wel minus. Lekker. Oh, dat was er één. Helaas was ik net niet op tijd, want hij nam al die shields in. Dat was wel kut. Maar hey. We hebben hem. En we hebben lekker een mini shield in kunnen nemen. Kijk eens aan. Medkitje erbij. Huppakee. Let's go. Twee kills in de pocket, jongens. Chill. Oké, let's go. Ja, die Scar, man. I love it. Het is zo'n chill wapen. En accuraat ook gewoon. Dat geluid is ook gewoon cool. Het is gewoon echt perfect wapen, gewoon. Oké, ik ga deze guy ook nog even zijn loot stelen. Aangezien, ja, niet heel veel. Nou, toch weer 5 houten bij, jongens. Oh, mijn god. Oké, dan gaan we even verder kijken. Want volgens mij zitten hier bij die grote gebouwen ook nog wat mensen. Of achter ons. Dat kan natuurlijk ook. Ja, die kerel heeft de Scar ook wel gevonden. Tjonge, jonge. Daar ging onze shield. Dat was wel minder. Kon je een kist. Dan gaan we even kijken of we hier minis kunnen krijgen. Oeh, wel een heavy though. Let's go. Gaat die kerel ook ons pushen of blijft hij daar boven lekker zitten? Beter zit hier even iets van shield in. Dan durf ik wat meer te pushen namelijk. Oké, dankjewel. Oh my god, perfect. Perfecto, zeggen we dan. Die kerel zit op dat dak, op Noord. Dus dan moeten we even gaan gluren. Ik kan denk ik die medkit innemen, maar ik bewaar hem nog even. Voor het geval dat... Ja, vriend, nou is je structure kapot, gast. Okay, ik heb niet genoeg match daarvoor, denk ik. Oh, wat een guy. Ah, die blijft ook campen, jongens. Wat zou ik gaan doen? Ik moet even een headshot raken op hem. Haha, ik ben noob. Haha, leuk, man. Kijk. Wacht, ik hak dit even kapot. We hebben wat chiller om te pieken, namelijk. Kijk eens. Piek eens even. Hij gaat er... Ah, hij doet niks. Ik geef hem even die minis dan weer. Deze guy, ik weet niet wat ik moet doen. Ik kan wel naar hem bouwen. Oh, we pieken gewoon om zijn beurt, de gast. Oké, wacht. Tik, tik, tik. Oké, lekker delen. Dit gaat goed. Core launchpad. Oké, nu ga ik bemoeien. Nu ga ik bemoeien. Hallo, my dude! Oh, ik dacht echt dat hij... Nee, ik heb geen match! Oh, jawel, ik heb wel. Wat? Ah! Abort mission! Ga dood, vriend! Nee! Oh my god, gast. Ik weet niet wat... daar gebeurde. Maar ik had een gare leg bounce iets of zo toen ik van die trap afsprong, gast. Dat was heel apart. Oh shit, waarom vertrouw ik dat raam niet? Ik viel naar beneden op zo'n ramp en dan ging zo naar beneden. Nou, dat was heel raar. Geen idee wat dat was. Maar we hebben het op een of andere manier nog geweten te overleven, gek. What the fuck? Dit was heel apart en close, man. Holy shit.
Maar wel een lekkere sniper. Ik moest mengen. Ik wist dat het... Ja, maar het ging echt bijna fout, gek. Oké, ik werd wel echt vol geraakt nog vanaf... Ergens daar, maar ik zie niemand. Oké, laten we maar gewoon naar beneden lopen. Ik hoop niet dat ik ga gewoon via hier, hoor. Ik weet niet of er een trap namelijk zit in dit gebouw. Anders zou ik weer helemaal gek worden, denk ik. Oké, even zien. Waar was jij, vriend? Iemand schoot vanaf een dak, denk ik. Ik denk van dat gebouw. Of de Trim Towers. Ik weet het niet. Eén van die twee. Laten we maar gewoon een beetje... Oké, wow, yo. Mengen! Shit! Yo, gozer. Gast! Hoeveel hits zijn dit, gast? Hoeveel hits moet jij krijgen, vriend? Oh, yo. Dat was nog bijna dood. Let's go. Ah! Jongens, wat gebeurt er allemaal, gek? Oké, ik heb heel weinig bouw. Ik moet heel even die grote pot nog jatten hier. Hoppakee. Heel even me inbouwen. Die kerel zit... Waar zit hij? Ik moet heel even... Oh, hij zit op die berg, man. Yo, ik kon dat echt niet zien door dit gekleurde ijzergeneuzel. Chill, man. Oh my god, gek. Hoppakee, neem die mee. Ik had hier ook nog een guy. Beter heeft hij veel bouwmateriaal. Dat was wel het, echt die heavy sniper. Zo lekker, jongen. Gewoon het feit dat hij zoveel damage... Oh, ik moest heel even luisteren. Ik dacht dat ik iemand hoorde. Hij doet gewoon zoveel damage. Dat is chill. Hier zit nog een kistje. Wie weet zit er nog iets leuks in. Een launchpad of zo. Oh, dan kan je niet uit de kist krijgen, hè? Wel een grote pot. Nou, die laat ik achter. Ik heb 8 mini shields. Dus achter... Oké, ik hou mijn mond. Jongens, dat was echt een kutgrap. Sorry. 5 kills in de pocket, jongens. Er zat nog een guy op die berg. Naast Tilde, zou ik maar zeggen. Zaten die ook nog maar even gaan focussen. Nee, ik heb niet echt de match daarvoor om daar naartoe te gaan. Dat is het enige ding. Misschien kan ik hem snipen of zo. Oké, wie weet zit hier nog wel iemand in Tilted. You never know. Hij zat echt daarboven gewoon. Ergens... Oh, wat? Dat was helemaal shit gebouwd daar, maar dat is helemaal weg. Oh shit, ik hoor daar schoten. Laten we daar maar naartoe gaan. I don't know what daar is gebeurd, maar... Hey, yo, gast, dat is gewoon helemaal weg. Porte Fort. Oh, via daar kunnen we omhoog springen. Let's go. Chill. Oh, ik zie daar ook een airdrop, jongens. Die laat ik heel even liggen. Aangezien hier een lijpe fight gaande is. Ik wil daar heel even mee bemoeien. Want I need some loot, man. Vooral bouwmateriaal, dat heb ik echt nodig. De wapens en alles perfect. Blijf stilstaan, blijf stilstaan. Doei! Oh, zo kut. Hij keek me ook gewoon naar mijn kant, hè. Van, no, ga niet snipen. Alsjeblieft, doe het niet. Bam! Ja, ja, too late, bro. Sorry, bro. Let's go, guys. Oh, lekkere loot weer. Huppakee. Ik neem ook even zo'n medkitje in. Dat is altijd fijn. Veel hout, dus dat is ook wel nice. Je moet altijd gewoon je inbouwen als je gaat healen. No matter, als je het ook gewoon niet wil doen, dat je denkt van, waarom zou ik hier gaan bouwen? Doe het alsnog gewoon. Want je zag deze guy daarvan, ah, ik zit wel even chill, weet je, er komt vast niemand hier. En toch krijg je weer een sniper door je hoofd in jou, hè. Dat is, ja, ik raad het je gewoon echt altijd aan om te bouwen, man. Je weet wat we nu kunnen doen? Even naar die airdrop toe, want stel dat daar iets van een launchpad in kan zitten. Is wel ver weg, man. Dat zou wel chill zijn, namelijk. Even trap selecteren. Waar ga je heen? Oké. Kom je nou via hier? Oh, hij... Tuurlijk, Dylan. Schiet lekker je eigen ding naar beneden. Dat is handig. Ja, die kerel zit hier. Hij moet toch wel wat fall damage hebben gepakt bij mij. Die boom is zo irritant hier. Wat ga je doen, vriend? Oh, shit, gek. Dat was niet zo heel slim van hem. Aangezien die... Oké, we hebben wel een nice weapon. Let's go! Daar kon ik nog best wel een flinke klapper krijgen. Maar hij heeft maar 8 damage op mij gedaan. What the fuck? Oké, even zien. Waar is de... No! Oké, rennen. Ik wou eigenlijk nog even voor die... airdrop daar gaan. Maar aangezien de safe zone echt fucking ver is... Ga ik maar gewoon rennen. Schijt wat erin zat. Wie weet dat... Ja, ik kan het gewoon niet doen nu. Het is een risico. En dat risico wil ik niet nemen. Aangezien we gewoon lekker 7 kills hebben... Kunnen we deze game misschien wel eindigen met lekker veel kills. Dus daar gaan we natuurlijk voor. Let's go. De Renegade Raider skin, jongens. Het is gewoon die skin. Ik zeg je eerlijk. Als je iemand ziet met deze skin... Dan denk je wel van... Ja, man. Deze guy moet ik voor oppassen. Natuurlijk is het ook van... Yo, hoe speelt diegene? Speelt hij snel? Wop, 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 bam, bam. En bouwt hij allemaal shit? Of staat hij gewoon half stil en de hele tijd? Dat kan natuurlijk ook. Maar als je echt ziet van dat hij heel snel speelt en bouwt en gekke aim heeft. Ja man, deze skin wordt altijd wel bang van.
Dus je weet gewoon dat diegene gewoon heel lang al dit spel speelt. En dat, dan meestal ben je dan wel redelijk goed in een game als je het veel speelt en lang. Dus ja, dat is wat chill aan deze skin. Alleen, ja, hij is wel... Kijk, ik zeg je eerlijk. Deze skin is natuurlijk wel chill en ziet er gewoon vet tryhard uit, zou ik maar zeggen. Maar als we nou even eerlijk zijn, hè. De bruine kleur. Voor de rest is het ook niet echt super speciale skin, lijkt mij, toch? Het is alleen dat het feit dat hij gewoon echt maar één keer in de shop ooit was. En dan echt way back, zeg maar. Echt een van de eerste skins. Naast de... iets na de Scoot Trooper, volgens mij. Maar voor de rest, ja, je hebt echt wel vettere skins, lijkt mij, hoor. Qua details, shit en zo. Voor de rest, hoor. Chille skin. Het is een vrouwelijke skin, natuurlijk. Oeh, lama gast. Ja, don't mind if I go, hè? Oké, die zitten daar. Oké, wacht. Kan ik met één snipeschot die lama laten exploderen? Chill. Oké, let's go. Wat zit erin? Niet heel iets handigs, maar wel bouw. En dat heb ik even nodig. Ik wil even meenemen. Hoppakeetje. Dank u wel. Let's go. We gaan via het eiland sowieso een stuk. Ja, dat zit wel safe. Er zit wel een guy daarboven, gast. Maar heeft hij niet door dat die Caesar echt in zijn reet zit? Vriendje, moet er vandoor, gast. Huppakee. Nou, die heeft het wel door. Let's go. Even lekker broezen op het thee. Daar zit iemand beneden. Zal ik naar hem toe gaan? Ik ga het doen. Let's go. Bonjour. Gozer, de land opeens... Ja, man. Wat een vuilet, jongen. Wow, yo. Dat is een wolfskin. Spooky. Yo, gasten. Wow, gek. Ik klapte tegen die spook aan. What the fuck? Ik klapte gewoon instant naar voren, gast. Maar dat zagen jullie wel. Het is daar druk. Maar iemand daar moet niet safe zitten. Dat... dat spookdingetje. Ik zie niks in de lucht, gast. Waar is die wolvenguy? Oh, shit. Dat wil ik nooit meer doen. Ja, daar zit een guy. Volgens mij zit die Physicom skin, of niet? Volgens mij wel. Zit daar dan nog iemand? 100% dat die werewolf skin daar nog zit. Ik zie daar wel wat gebouwd worden. Ja, binnen zit hij. Oké. Okay. Ja. Oké, okay, ik moet heel even kijken, want die guys gaan rennen. Ik heb een launchpad dood, dus we kunnen gewoon easy naar de season zo meteen. Ik zit alleen met de vraag van waar de fuck is die guy? Hier, die weet ik wel dat hij daar zit. Je ziet hem daar ook steeds pieken. Maar waar is deze gast? Die sprong naar beneden. Weet ik... Oké, okay, hij weet nu ook dat deze nog bewoond is. Ik kan er net niet doorheen pieken. Echt net niet. Oké, okay, die gaat dat is die werewolf guy. Ja. Waar is die Physicom gast dan? Oh, hij zit daar iets te schieten. Oké, okay, ze gaan allemaal naar de season toe. Kill seal, let's go. Weer wat groot is daar. Waar is die fucking... Hij zit achter al die bomen. Die weerwolfgoos is... Daar naar boven gaan, I guess. Hij zit nog steeds op mij te aas, hè. Doei. I'm out of here. Oh, shit. Woo! Oh. Let's go, got hem. Ho, ga met die banaan. Die werewolf guy loopt daar, je zag hem rennen. Ik kan dit volgens mij gewoon uitrunnen, dus ik ga die launchpad even nog niet gebruiken. We hebben wel echt gekke loot, man. Verdorie, hij moet het natuurlijk weer verpesten. Weet je, fuck it, ik gooi gewoon die launchpad. Doei, jij gaat lekker rennen en ik zit alweer naast je. Let's go. Oké, hij is wel goed, hoor. Hij is ook... What the fuck krijgen we nou vast? Let's go. Die wolf guy komt er nu ook aan.
Let's go, got hem. Geef me even dat kampvuurtje maar. Oké. Dit gaat lekker. Heel even healen. Oh my god, het ging echt net goed, gast. Wie is... Hij leeft nog. Oh my god, oké, okay, daar zit een guy. Oké, okay, die laat zijn hoofd niet zien. Oké, okay, let's go, we gaan mee. Oké, okay, dit zijn de... Oh shit. 1, 2, 3, ja, dit zijn de laatste. Oké, okay, nice, dan weet ik een beetje waar iedereen zit. Ik ben een beetje bang voor die Red Knight. Oké, er zit een no-skinner guy onder mij en die Red Knight zit... Ik weet niet waar die zit. Ik ga een beetje naar C-zone. Dan wacht ik gewoon hier even ergens op. What the fuck? Got him. Oh my god, gek! No! Hey! Oh, even een dab erop. Oh shit, gek! Oh my god! Dit is niet te geloven, man. Why, yo, ouwe, get... Smekt, gast. 15 kills, gast. Dat is niet normaal. Dat was sick, ouwe. Holy shit. What the fuck is sick game, jongens. Holy damn. Zoals je ziet, de Renegade Raider. Het showt gewoon dat je van... Je bent gewoon... Je laat gewoon echt zien dat je wat kan in de game. En dat is echt sick aan deze skin. Holy damn. Deze game was close, gek. Ik wist dat die Red Knight uit het niets nog ging mengen. Omdat ik natuurlijk best wel low ground zat. Maar hey, GG voor die guy. We hebben gewonnen dus jongens. Hopelijk vonden jullie deze video leuk. Vergeet niet zeker te belonen met een duimpje. Mocht je het super dope vinden. Vergeet niet zeker op mijn kanaal te abonneren. Om natuurlijk mijn video's te blijven zien. En ze super dope zijn. Dan zeg ik tot bij de volgende video jongens. Later mensen.